Ik heb uw oproep gehoord en mijn vier en jaar volgt de samen. Oké, ja. Helemaal. Ja, toch, mooi Tori, mooi Tori, mooi Tori. Yes, yes. Dit is een president. Dit is een president. Yes. En een andere omroep. Hij had ons dat gehoord, dat kan je zien hoe we het krijgen. Het is voor mij geen protest. Ik wil gewoon zien wie nog in Suriname weet wat het is om liefdevol met elkaar om te gaan. Toch? Want liefde overwint alles. Met geweld bereik je niets. Het is liefde die het meest belangrijkste is. Toch? En liefde, het moment dat je geen liefde hebt, ga je geen bruggen kunnen verzetten. Zo simpel is het. En Conrad de één probleem toe natuurlijk? Ja, Conrad de één probleem natuurlijk. Ik wil bijna niet echt zoveel al zoveel daarop antwoord geven. Alles wordt maar steeds geschoven in. Vorige regering. Toch? Maar dan denk je, gaan automarkt. Go bij een wagi voegen achteruit. Je go bij een wagi voegen vooruit. Toch? En if you go bij een wagi, dan zit ik 1 euro, maar dan zo R euro. Maar denk je, jullie bij wagi daarbij. Toch? Dus dan gaan we niet steeds moeten blikken op vorige regering. Laten we nu kijken, hoe kunnen we het oplossen? Wat kunnen we daaraan doen? De afgelopen 10 jaar heeft u zelf leiding gegeven aan het land. In hoeverre voelt u zich verantwoordelijk voor een x-aantal zaken die verkeerd zijn gegaan? Nou, laten we er dit van zeggen. Elke regering die werkt, maakt fouten. Elke regering die werkt. Wij hebben verschrikkelijk hard gewerkt, dus we hebben vele fouten gemaakt. Maar dat neemt niet weg dat ik me helemaal niet schuldig voel aan het gedoe van deze mensen hier. En dan is er niet gevoerd. Ah, yes, yes. En we zijn nu voor 100 miljoen voor de landbouwers. En we zijn met een praatje rustig, een praat tabakka. Ik bedoel dus dat gedoe van vorige regering. Una zei ze maar dat Dubai is. Dus de man ook al nu. Laat ze hun werk normaal doen en als ze niet weten wat ze moeten doen, moeten ze gewoon eerlijk zijn en zeggen, mensen hebben het geprobeerd, waar die gedaan zo moeilijk was, vol het niet meer denk terug, normaal. Dat wou respect ik dan maar. Maar ze blijven draaien en graaien en rommelen. Nee, ik vind dat geen... Ik vind dat we regelrecht de afgrond in gaan. Een van de excuses die heel veel mensen gebruiken is dat meneer Bouters een goede man was met goede bedoelingen, maar de mensen om hem heen slechte bedoelingen hadden. Mijn vraag aan u, meneer Bouters, is: had u deze mensen niet eerder kunnen ontslaan of uit uw regering kunnen halen? Voor een beter Suriname natuurlijk. Het schijnt een bekende slogan te zijn. Ik zou zeggen wat er nu aan de hand is. We moeten een dikke streep trekken over dit soort dingen. Wat we nu moeten doen, we moeten de handen in elkaar slaan. Zij Mita volk Nunu heeft niks te maken met partij en mensen die dit en mensen die dat. Nunu omrada volk. Eindelijk om je barak in het volk. Dat is onze taak nu. We hebben geen tijd om 10 jaar terug. Een deel van de samenleving zegt de regering moet weg. Ondersteunt u dat deel van de samenleving? Gisteren. De man met Gozes is de. En dan welke oplossing heeft u dan? Welke oplossing heeft u? We houden verkiezingen. We gaan de koppen bij elkaar zetten. Meneer Rutte komt naar Suriname, dus maandag. Hoe kijkt hij tegenaan? Meneer, we hebben zo'n gezellig gesprek. Als hij over meneer Rutte begint, gaat hij dadelijk een ambulance bellen. Want mijn broeder op je kring. Waarom? Mijn broeder op je kring. Waarom? Mijn suiker op je kring. Samen meneer Rutte komt, ja. Mensen pinaren. Mensen pina echte. Smaar om een paar dressie. En de atoze schuld of de zuster. Afijdig, het kan toch niet. Kinderen gaan toch dood. Die hoort me 19 miljoen, ja. Die vertelt een mooi verhaal, ja. We begeren. Ja. 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 Ja.
dat meneer B moest jaren in de assemblée. Dat hij kan als vicepresident voor Suriname crimineel, dat hij kon naar mijn kondre. Hé, laat het op Rotterdam. Ja. Ik wil het verhaal vandaag hier horen, de poort is van ja. Leiden Bos was een Creool. De samenleving is in zijn totaliteit op straat gekomen, ongeacht etniciteit. Ronald Venica, die voor een stabiele economie gezorgd heeft in Suriname. Het volk is op straat gekomen in zijn totaliteit. Onze ex-president en ex-vice-president. Het volk is tegen hun op straat gekomen in zijn totaliteit, ongeacht etniciteit. Nu worden jullie gesakkerd. Baby's sterven alsof het een feestje is. Geld vermist gewoon uit de centrale bank van Suriname. En toch blijft het volk maar lekkertjes op zijn sloffen thuis zitten alsof het gewoon orde van de dag is. En als er 100 keer gefraudeerd in de afgelopen 2 jaar, zijn er 100 commissies ingesteld. Werken ze gratis of worden ze betaald? Dus het bij wijze van spreken is het voor mij geen protest. Ik zei, het is gewoon kom aan Kandra, ik wil gewoon zien. Alafs maar deja, toch? Je ziet Abram Tijari, toch? Want dat is komen weg te vallen. Een lobby vallen weg. Dus mina een lobby mekaar kon bakken, toch? Ik had niet verwacht dat het in duizenden zou gebeuren, toch? Ik heb dat wel voorgesteld, toch? Ik was erop voorbereid. Ik dacht, mina, kom je toch een menigte, jouw massa? Ik heb me daarop ook niet voorbereid. Je zei, toch? Een message give me belangrijk. Je ziet wie weet wat het is, wat liefde inhoudt, wat liefde betekent, verbroedering. Wat zou nu uw oplossing zijn? Geleerd hebben van uw fouten, wat u zegt zelf, we hebben fouten gemaakt. Geleerd hebben van uw fouten. Meneer Bouters heeft gezegd, hij gaat het anders doen. Dus nee, meneer Bouters heeft gezegd, hij gaat het anders doen. We praten nu over meneer Bouters. Wat gaat u anders doen? Ik wil niet zo met Jan praten. Wat? Ik wil jullie die vraag aan Jan. Ik wil jullie die vraag aan Jan stellen. Jan, je kan nooit kritisch zijn. Jan is de president. Meneer Bouters heeft gezegd, hij gaat het wel beter doen. Hoe gaat u het beter doen? Maar ik heb u net uitgelegd dat u eerst op een bureau is met het heeft hoge prioriteit binnen de organisatie. Heeft u die oplossingsmodellen aangeboden? Wel, als de mensen niet willen luisteren. Als de mensen niet willen luisteren. Ja, je moet... Onze voorzitter praat over nationaal dialoog. Willen ze wat pakken? Nee, toch? Ze moeten naar huis. Wat is het hier? Kom maar vragen. Dat is het voor de Hoe ziet het nationaal dialoog eruit? Hoe gaan we het oplossen, was mijn vraag. Nationale dialoog. Dat is een onze voorzitter voor ons. En hoe is dat? Met het appelpakpakken. Hoe het gaat uitwerken, weet ik niet. Maar de voorzitter praat over een nationale dialoog. Dat moet men dat proberen. Moet men niet aan de kant zetten. En hoe doen we nationale dialoog? Dan vragen jullie een oplossingsmodel. Dat gaat de oplossingsmodel voelen. Het is lastig luisteren zo. Is de tijd nu rijp voor een nationaal dialoog? Liever te laat dan nooit. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de middelen? Ik zei, maar je ziet dat, nou, deze gasten, ze hebben geen zin in leren. Ik zei, en dat is het probleem. Wat oplossing dit? Het is zo makkelijk opgelost. Maar die gasten zijn koppig. Omdat waarom? De mannen want zijn nummer 1 keer, me make money. Ik zei, en je mag geld nooit boven jou houden. Omdat dat jou gaat, money om ik je vader. Heb eerst liefde. Weet hoe je met de medemens moet omgaan. Toch? En automatisch
worden zo gezegend. Maar het moment je geld boven je hoofd, toch? Ja, ga je brokken maken. Hoe een reactie van u op het IMF-programma, welke nu uitgevoerd wordt? Nou, het IMF-programma, de mensen voelen het alle dag. En ik ben een tegenstander daarvan, omdat het volk verarmt. En je moet niet alleen maar gewoon een tegenstander zijn, je moet ook een alternatief presenteren. Er zijn alternatieven, we hebben het bewezen toen wij gestopt zijn met ons eigen IMF-programma. Wat is het waar u zich nu het meest om zorgen maakt? De verdere verarming als de koers welke we 3-4 maanden geleden predict hadden dat er richting 28 zou gaan. De koers. Als de brandstof verder omhoog gaat. Iemand zei me even in de lijf of zei me vandaag. Ja, oliekrim, wat kan je? We moeten daar een halt aan roepen. Wanneer een rover gewoon op FB komt en zegt, ik word gedwongen om te roven, want ik ben Jimmy vrouw naar Pxinjang. En dan was boos aan die, maar dan was reality aan boeien zeggen dat hij. Dat vindt een look maar laat ze liep bij, ik vaar vrouw naar de twang aan bron fiets. Dus we moeten, we leven in een vreselijk moeilijke tijd. Ik heb dit verhaal eergisteravond aan de president voor gehoord. Mijn man, Misa Wansani, dus even hier dat ik aan de president. Bedankt, president. Die is opsta. Takanga volk. Melissa naar Guyana, Melissa Venezuela, Melissa buitenland, Melissa Oekraïne, Melissa. Yo, bawabrochi of no bawabrochi. En fire bawabrochi. Niemand hebben antwoord, alles gaat in een soort commissiepot met een deksel, nooit moreren van Sani. Een paar dagen geleden zei hij dat hij gesproken met de president. Hoe vaak heeft hij dan gesprekken met hem, als ik mag vragen? Ik, zodra ik behoefte heb. Ik heb 6 keer de vicepresident gebeld. Hij vond het niet nodig om te komen. Ik wilde hem het systeem uitleggen wat A20 teweeg had gebracht. De zevende keer is hij gekomen. Wat ik wil zeggen. Ik praat met VAP, ik praat met ABOB, ik praat met A20. Ik praat met Huis van Bewaring, HVB, met Takanga Beb, met Huis van Bewaring, met Takanga Lamang, heb ik een leven om bijdragen. In het horen van Jisterifje, weet je goed, zie ik het goed of zie ik het niet goed? Heb je commentaar erop, schiet erop, ay, mijn beluk en zo, met pas hem tien zo aan. Ik probeer mijn best te doen. Ja. Heer Boutersen, waar zijn we nu van het schaakspel? Ook aan Chan. Ook praten. Is dat dus nu bij Chan? Ja, dat is bij Chan nu. Ik wil zien wat hij nog gaat schuiven. Mekka Dribikoluku. Ja. Afasikwara. Hoe ga ik aan ze kabor? Saptila zit ook. Dat heb ik zo. We blijven gewoon de verrichtingen volgen. Okay. Ik ben u dus zeer dankbaar. Ik ga zeggen, ik ben u zeer dankbaar. Isabi, dat u gekomen bent. En dat is voor mij belangrijk. Ik zit ook naar een NDP'er, ja. Naar Robby. Zo, test. De liefde, je ziet dat de liefde aanwezig is. We horen ons naar Bakka, ja. Ik zie Bakka. We zijn Sarah in Noorzaak, man. En een brasa. Ik ga het niet doen. 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 Ik ga